heel aparte smaak. Voor jullie is die ontzettend lekker. Ik heb nog niet meegemaakt dat iemand zegt van het is niet lekker. Maar het mag altijd de eerste keer zijn. Het mag er wel een keer zijn. Maar het is wel een combinatie op zich. En daarna, het einde is nog koffie, thee, bonbon. Je duurt gewoon zoveel inzetten voor de wijk. En voor de mensen in de wijk. Dat het gewoon heel erg leuk is om die een keer een daglicht te zetten. En het zonnetje te zetten en te laten zien voor kijkers wat ze allemaal doen. Om de wijk een stukje mooier te maken. En zo zijn we eigenlijk onderzoek gaan doen naar verschillende vrijwilligersinitiatieven. En zijn we op 6 initiatieven uitgekomen van wijkhonden die echt heel erg centraal staan in de wijk. En echt wel hun eigen deel bijdragen.